Theo Bos. Inzet is een plaats voor de finale. Dan moet hij bij de beste drie in deze tweede ronde. Het moet kunnen. Het moet kunnen. Dan moet hij afrekenen met drie andere renners van deze heat. Bijvoorbeeld Vassilopoulos, de Griek. Bijvoorbeeld Wolf, waar hij al eerder mee afrekende. Bijvoorbeeld deze Kelly, Shane Kelly, voor wie de jaren toch ook beginnen te tellen. Hij is 32. Maar de ervaring is ook belangrijk bij de Kairin. Dat weet deze Jens Fiedler als geen andere. Hij is de grote verzamelaar van Olympische medailles. In vier Olympische Spelen haalde hij drie keer goud en twee keer brons. Goud ook nog bij de teamsprint hier in Athene. Dit is het toetje, de Kairin. Dat is de laatste jaren de specialiteit van Fiedler. Maar de nieuwe generatie komt eraan. Aangevoerd door onder meer Bailey. Die twee jaar geleden de jongste wereldkampioen Kairin was ooit. Maar Bailey zit in de andere heat van de tweede ronde. Daar heeft Bos dus geen last van. Kelly in het geel. Vassilopoulos in het blauw. Fiedler, de Duitser, in het wit. Maar er zit nog een Duitser in, dat is Wolf. Bos in laatste positie. En voor Kairin moet je heel erg brutaal zijn. Bos heeft gewoon heel erg veel sprinttalent. Maar soms is hij te aardig. Hij plaatste zich met de hakken over de sloot. Vierde herkansingsronde voor de tweede ronde. Maar het kan wel. Hij heeft natuurlijk heel veel snelheid. Theo Bos. En een geweldige sfeer. Hoort u het publiek? Kelly achter de brommer. Dan Vassilopoulos. Dan Fiedler. De Fransman is Bourguin. De andere Duitser is Wolf. En Bos in laatste positie. De snelheid wordt omhoog gebracht. Als het rondebord op 3 staat, zal het brommetje nog een halve ronde gang maken. En dan is het woord aan de sprinters, is het woord aan Theo Bos. Hij moet bij de beste drie zitten. De beste drie gaan door naar de finale. En dan ben je dus verzekerd van een plaats bij de beste 6. Daar komt Bos. Bos rijdt al naar voren en zit meteen voorin als de brommer weg is. En komt nu al op kop. Theo Bos. Daarachter Kelly. De Fransman moet buitenom. Bos aan de leiding. En Bos maakt er een hele lange sprint van. En trekt het veld zelfs uit elkaar, want Kelly laat even wat ruimte. Bos nog aan de leiding met de bel voor de laatste ronde. Maar daar komen de Duitsers. Daar komt Wolf. En Kelly zit nog altijd in tweede positie. Bos onder in de baan. Wordt daar opzij geduwd. Bos onder in de baan. Beste drie. Dat moet hij redden. En dan gaat hij vallen. Met Vassilopoulos. Kelly wint. Maar kwam de Griek daar niet op een plek waar hij mocht rijden. Vassilopoulos maakte daar een stuurfout. En Bos is toch wel hard gevallen op zijn heup. Je moet zo brutaal zijn. Je moet je niet opzij laten zetten. Baanwielrennen is pikkelhard. Bos staat alweer, heeft zijn rechterheup beschadigd. En nu is de vraag wat de jury zal beslissen. Kelly is door. Dit is Vassilopoulos. Ja, dat is een brandwond. Dat is een echte brandwond als gevolg van het nylon van zijn pak wat schuurt over het hout. En dat gaat met een gangetje van tussen de 60 en 70 per uur. En dan ontstaat er dus een brandwond. Beelden van de finale van het onderdeel Kairin. 6 renners in de baan. Bailey, Kelly, 2 Australiërs. Dit is de Fransman Bourguin. Verder een Spanjaard, Escuredo, de nummer 2 van het wereldkampioenschap. René Wolf, de Duitser. En Josiah, de man uit Maleisië. Daar komt het brommetje aangereden. Daar moeten de renners zo dadelijk achter. En we zijn vertrokken. Bourguin onder in de baan. En we zien Kelly
direct achter de brommer plaatsnemen. Gevolgd door zijn landgenoot Bailey. Bailey al winnaar van Olympisch goud in de sprint. Dat was gisteren in de strijd tegen Theo Bos. Bos is er dus niet bij in de finale. Heeft ook niet meegedaan in de strijd om plaats 7 tot en met 12. Dat wilde hij niet. Last van zijn valpartij ook. De Griek werd daarvoor verantwoordelijk gehouden. Kreeg een waarschuwing. Daar bleef het ook bij. Hij mocht wel starten in de andere finale rit voor plaats 7 tot en met 12. Hier gaat het om goud, zilver en brons. Bailey kan dus voor de dubbel. Hij was 2 jaar geleden de jongste wereldkampioen Kairin in de geschiedenis. Dat leverde hem meteen ook de titel wielrenner van het jaar in eigen land op. De man met nummer 3. Dit is Kelly. Heeft al veel Olympische Spelen gereden. Met wisselend succes. De Duitser is Wolf. Dat betekent dat Fiedler er niet bij is in de finale. Dat hebben we kunnen zien. De oude Fiedler haalde op 4 Olympische Spelen medailles. Maar zit niet in de finale bij de Kairin. Het ligt toch een beetje voor de hand dat Kelly, die toch niet grote favoriet is voor winst op dit onderdeel, een beetje zijn landgenoot Bailey zal helpen. Kelly rijdt dus op kop. Het brommetje gaat zo aan de kant. Kelly kijkt ook voortdurend achterom. En we gaan Bourguin krijgen. Bourguin, de Fransman, nu in tweede positie. De Spanjaard rijdt naar voren. Spanjaard Escuredo, de nummer 2 van het wereldkampioenschap. Stef, de wereldkampioen, is er dus niet bij. Uitgeschakeld al. Escuredo aan de leiding. Gevolgd door Kelly. En daar komt Bailey, buitenom. Bailey buitenom. En Kelly zal dat gaatje laten vallen, denk ik. Ja hoor, Kelly geeft de ruimte. En daar komt Bailey, nu al aan de leiding. Bailey, gevolgd door Josiah. Escuredo onder in de baan. En wat een snelheid heeft Bailey toch. Bailey gaat voor zijn 2e Olympische titel. Ja hoor. Met groot gemak. En wat een verschil. Bailey Olympisch kampioen. Escuredo 2. En Wolf de Duitser eindigt als 3e. En de Fransman Bourguin gaat onderuit. Hij pakt 2 keer goud op de Olympische Spelen. Ryan Bailey versloeg eerder Theo Bos. En verslaat nu de Spanjaard José Escuredo. Wat een verschil.